Yo beste kijkers van de Cold Eco Channel, vandaag weer een nieuwe video in. Vandaag gaan we weer een potje free for all met een missie. Wij gaan namelijk proberen om zonder wapens... Ik zou even iedereen op mute even erop zetten. Mutie. En mute. Maar om zonder wapens in principe te gaan winnen. Dat betekent dat ik dit allemaal niet aan mag hebben staan. Ik mag geen perks aan hebben staan. Ik mag helemaal niks aan hebben staan. Gewoon, dit is mijn class en daarmee moet ik gaan proberen te winnen. Ik ben heel benieuwd. Dus ik heb niks aan staan. Ik mag niks hebben. Het gaat moeilijk worden waarschijnlijk. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Want gewoon zonder items winnen. Ik mag natuurlijk wel wapens oppakken zo meteen. Maar dat is ook echt het enigste waar ik het taak mee moet doen. Ik mag wel score streaks gebruiken. Maar ik verder helemaal niks. Geen abilities. Geen... Het wordt voor mij best wel lastig. Maar het is een potje free for all en we gaan die natuurlijk proberen te winnen. Gaat het lukken, dan zou ik heel blij zijn. Gaat het niet lukken, dan ben ik ook niet getreurd. Want het is gewoon een pittige opdracht. Want ik begin natuurlijk met vuisten. Nu is het natuurlijk een voordeel als iemand anders heeft neergeschoten. Dan kan ik dat wapen eventueel al oprapen. Maar het is even goed. Ja. Ik ben benieuwd. Het is namelijk wel een hele goeie. Over 8 seconden gaan we beginnen en dan gaan we het zien. En ik hoop eigenlijk op een heel snel wapen te vinden of zo. Als ik een heel snel wapen vind, dan ben ik al lang tevreden. And let's go. Free for all. And I'm ready. Oh ja, double crypto keys was het inderdaad. Dit weekendje de double crypto keys. Volgens mij tot morgen of zo. Nou, ik doe het toch vandaag uploaden. Dus kan ik goed zeggen dat het tot morgen gaat duren. Nou, yeah. Game up. Let's do this. Nou, ben benieuwd. Free for all. Nou, deze class. En we gaan starten. Black Ops, you're clear to engage. Nog iets achter het geluid. Zit er al één achterbij aan? Dat betekent dat we heel snel op laag gaan. Naar de achterkant proberen te komen. Of sowieso zijn wapen te pakken. Oh, ik denk met... Hebben we betere wapens of zo? Weevil. Nee! Kill me niet, ik had eindelijk een wapen. Maar ja, we hebben al 2 kills te pakken, dat scheelt. Ik wou zeggen, nee, kill me nu niet. Oké, okay, wat hebben we? Kuda. Waarom heeft iedereen zo'n rare scope erop zitten, joh? Oh! Niet zo slim voor mij. Ik moet misschien toch beter proberen om een wapen gewoon te houden. In plaats van allemaal wapens te gaan switchen. Oké, daar zit de rent erin. Als ik hem kan neerslaan. Gaan 44, oké. Okay. Ah, damn. Het zijn natuurlijk allemaal niet echt wapens waar ik mee gewend ben om te spelen. Maar KM44 die ligt daar al zo goed als nog. Dus we gaan hem even proberen te pakken. Of ik hem terug krijg. Ja, ik heb hem weer. Nice. Wow, we gaan niet slecht. We hebben 4 kills. Hostile counter UAV is online. Maar ik moet natuurlijk wel een beetje op blijven letten. Oeh. Een VRP'tje. Altijd lekker. Oh, oh. Ah, verdorie. Nou, er staan maar 2 kills achter. Dus er is echt niks aan de hand. Oh, 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 oh. Wow. Damn it. Het zou toch wat zijn als we dit zo gaan winnen. Want eerst moet ik een wapen... What? Eerst moet ik nou een wapen vinden. En daarna moet ik nog eens hopen dat het een goed wapen is. En allemaal van die dingen. Nee. Nee, gasten. Nou ja, zeg, word ik weer opgeblazen door die gasten. Even kijken. Wapen, wapen, wapen. Nee. Vol van je... Ei, gast. Zullen we even een beetje opnieuw de regeltjes doornemen? Ik sla jullie eerst neer en daar... Wat? Geef me eens een wapen of zo. Het is niet aardig. Ik weet trouwens niet. Mag ik mijn... Ja, ik mag deze wel gewoon gebruiken, vind ik. Dit is namelijk geen normaal wapen. En dan...
Maken we daar nog geen kills mee, ja? Potverjan, 3 dubbeltjes, C. En eentje heeft de hele tijd de UAV, dat is heel irritant. Want daardoor... Ah, nee! Ah, jongens, even de weg wezen met die klote UAV's en zo. Ah, nee, hij had geen wapen. Ik heb lag. Ik heb echt... Oh, wegwezen, wegwezen. Nice. We hebben een killertje erbij. En er loopt er één. Wat? Nee! Oh, dit zijn echt allemaal die wapens die hoe ik ze niet gewend ben. Ik moet toch echt mijn wapen op mijn manier hebben ingesteld staan. Oh, damn. Dit is... Weet er nu eentje... Hé? Heeft hij alweer dat wapen of was het nu een andere? Volgens mij heeft hij alweer dat wapen, joh. Belachelijk hoe snel hij dat wapen deelt hij krijgt. Nee! Bokken. Nee! Go away! Hij lijkt er al net alsof... Nee, gasten! Ik kan zo helemaal niks. Geef me een goed wapen. Meer niet. Dat is het enige wat ik vraag. Eén wapen. Is dat zo... Echt, dat is zoveel te veel gevraagd. Geef me gewoon één wapen. Ik vraag het zo netjes. Jullie gunnen het me gewoon niet. Jullie gunnen mij gewoon niet een wapen. Niet lief. Dan raak ik me enorm mee. Dit kan gewoon echt niet. Kijk, ik heb daar campen dan. Zou die bovenaan staan? Hij staat ook niet bovenaan. Wat een camper. Op de camping met andere huisk of zo, een andere show. Op de camping. Oh, en dan gaat hij lekker snel weg, hè? Want hij wist gewoon dat ik kwam. Ja, hier lag net een K44, waar is dat ding? Dan niet, hè? Oh, echt jongens, af en toe met sommige mensen weet je niet wat je ermee aan moet. Nee, potverjandrie. Je zit er lekker te campen, joh. Oh. Geef mijn wapen terug. Nee. Daar. Ik heb hem weer. Nice. We hebben echt gewoon 7 kills kunnen pakken, dit potje. Holy damn. Nou, dan weet je... Nee, Oh. Oh, 8 kills. Nice. Misschien nog 9? Nee, staat er eentje achter me. We gaan het gewoon doen totdat we ooit een kapotje gaan winnen. Ik denk dat het toch even voorlopig te komen... Wat? Wat de heck was hij aan het doen dan? Ik weet niet of jullie dat ook zagen. Maar we hebben 9 kills, 24 deaths. Holy dead. Dit is echt nogal heel erg slecht. Maar dat maakt me helemaal niks uit. Ik vond het heel leuk om te hebben gedaan. We gaan gewoon de volgende keer, gewoon in plaats van 9 kills, gaan we er gewoon 10 halen. Dan weet je, dat is gewoon de deal. En we gaan er gewoon elke keer proberen meer kills te maken. En natuurlijk met dezelfde regels. Voor nu zou ik zeggen, allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.